Ja, ik vind het natuurlijk niet prettig te lezen dat er iemand wil dat ik op mijn bek ga. Of dat die combinatie burgemeester-voorzitter dat niet gaat. Want Wouter Beken is ook burgemeester en voorzitter. Paul Magnet is dat ook. Het is blijkbaar alleen ik die dat niet mag. Bart de Wever voelt zich geviseerd. En dat door zijn eigen schepen Mark van Peel. In de kranten Standaard liet hij letterlijk optekenen dat hij hoopt de burgemeester in 2014 op zijn bek te zien gaan. Over de nationale politiek mag hij zijn mening uiten. Dat doe ik ook. Dus daar heb ik geen probleem mee. Hij heeft het natuurlijk heel scherp gezegd. Ik zou dat persoonlijk over een coalitiegenoot niet doen. Iemand waarmee in het schepencollege zit, want dan denkt iedereen dat daar heel de tijd ruzie is. Van Peel lanceert met zijn uitspraken de verkiezingscampagne voor CD&V. Dat is normaal, zegt de Wever. Alleen de manier waarop is wat ongelukkig. Wel, daar schrok ik wel van, omdat ik eigenlijk Mark zo niet ken, dat hij zo zich op die manier en heel vroeg in een campagne ligt voor zijn partij. Daar ben ik een beetje van geschrokken. Dat had ik niet verwacht. Ja. Maar op zichzelf is dat niet abnormaal, hè, dat hij wil dat CD&V volgend jaar verkiezingen wint en dat N-VA die dan niet wint. Ja. Dat kan ik aannemen.